Het is voorlopig wisselvallig zomerweer. Maar aan het einde van de nieuwe werkweek lijkt het allemaal wat rustiger te worden in onze omgeving. Tot die tijd hebben we met buien te maken. De komende dagen gaat er op sommige plaatsen veel regenwater vallen. Tientallen millimeters zijn mogelijk in met name het oosten en zuidoosten van het land. Maar ook in het westen blijft het lang niet altijd droog. Het is op dit moment ook wisselvallig in het westen van Europa en dat zien we als we kijken naar de satellietplaat van deze zondagmiddag. Veel wolken in onze omgeving, af en toe zon. Veel meer bewolking ook ten westen van ons, ten oosten van Nederland. Daar zit het stabiele zomerweer met veel zonneschijn en hoge temperaturen. Daar is het vanavond zeker niet onaardig in Nederland. Een graad of 20, weinig wind. Regelmatig zonneschijn, maar vooral in het noorden en oosten komen nog plaatselijk een paar buien tot ontwikkeling. Misschien nog wel een enkeling met onweer. Maar vannacht, dan is het overal droog. Vormt zich wat mist en daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen in de ochtend laat de zon zich goed zien. Geleidelijk aan ontstaan stapelwolken. En in de loop van de middag komt vanuit het zuiden steeds meer bewolking opzetten. De temperatuur kan dan wel oplopen tot misschien wel 25 graden in het binnenland. Later op de dag. Verspreid over het land de vorming van een paar buien. Dus er zijn ook plekken waar het gewoon droog is. Misschien dat er ook wel even onweer waar te nemen is. Een warme dag, maar dus wel met het risico op een paar buien. Ja, en als we kijken wat er de komende week gaat gebeuren, dan zien we voorlopig dat lage drukgebieden in onze omgeving het weerbeeld bepalen. De warme lucht in het oosten van Europa, die probeert af en toe door te dringen tot onze omgeving. Ja, en als die beide luchtsoorten botsen dan activeren die lage drukgebieden af en toe en dat betekent dat er soms veel regen valt bijvoorbeeld in Zwitserland, Duitsland, maar dus ook in het met name oostelijk deel van de Benelux, misschien wel in de Ardennen meer dan 100 mm regen. Eind van de week zien we dan een hoge drukgebied zich uitbreiden via de Britse eilanden naar de Noordzee. De buien worden dan naar het oosten gedreven en bij ons wordt het niet alleen droog, nee, ook het zonnetje gaat uiteindelijk weer vaker doorbreken. Maar goed, dat duurt nog, nog eventjes de komende dagen. Van tijd tot tijd regen, met name in het oosten van het land. Af en toe zijpelt die warme lucht door. En dan richting het einde van de week dan verdwijnen de meeste buien van de weerkaart. En krijgt de zon geleidelijk aan weer meer ruimte om te schijnen. Fijne week.